Mensen die hun kavels voor lange perioden niet onderhouden en overwoekerd laten, kunnen hun perceel kwijtraken. Dit zei minister Riyad Noor Mohammed gisteren tijdens een persconferentie over de nieuwe regels en wetgeving voor het bouwvergunningenbeleid van het ministerie. De bewindsman zegt dat de regel ook geldt voor verlaten gebouwen. Hoe staat het met die verlaten gronden, gebouwen en gras? Oh, we zijn al begonnen. Er zijn mensen die de eerste aanmaning hebben gehad. Eentje heeft al goed gedaan. En als het te lang duurt, dan zal het perceel worden ingetrokken. Dus binnenkort gaat u die lijsten online zien. We gaan de eerste lijsten online zetten. Wiens kavel is verlaten, wordt niet onderhouden. Met de foto. En dat geldt ook voor verlaten gebouwen. En dat is een termijn van een maand. Interesseert me niet waar die mensen wonen. Maar als je niet aanmeldt en dat ding opruimt, dan gaan wij de volgende stap zetten. En de volgende stap is simpel, dat wij de aanvraag doen bij de president om het terrein in te trekken. Punt uit. Volgens Noor Mohammed zullen de kavels letterlijk niet meer van de belanghebbenden zijn als die worden ingevorderd. Hij benadrukt dat de samenleving gevraagd zal worden hun terrein nu te onderhouden. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de eigenaar om diens eigendom te onderhouden. Dit beleid hadden we vorig jaar aangekondigd, maar het loopt een beetje traag hier. Maar goed, die lijsten komen online. En voor de rest weet je dat er ook een blacklist aangekondigd is. Die hebben jullie term gehoord, dat geldt voor mensen die zich niet houden aan de spelregels. Dan kom je op de blacklist. Die lijst komt ook online, dan kan je zien wie als eerste erop zit. En maandag komen alle DC's hier, waardoor we dat ook gaan overleggen met hun. En afspraken gaan maken. Want je hebt gelijk, er gebeurt heel veel. Misschien de helft gebeurt buiten het gezichtsveld van het ministerie van OV. Kijk, waarom komen we met dit vernieuwend beleid? Dat iedereen het weet. Nu, omdat veel mensen niet weten, gebeuren zoveel rare dingen. De minister merkt verder op dat het niet zo moet zijn dat het departement zich druk moet maken over controle van bouwwerken die verkeerd zijn opgezet. Daarom wordt er nu gewerkt aan de bewustwording bij het publiek en de ordening van de sector, meent Noor Mohammed.